4-0, en heren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren, ja, je gewoon doen. Ja, AXC. Terwijl de storm Louis over het land raasde, stond Ajax eigenlijk in een hele grote rundo in Bodo, bij Bodo Glimt. En dat is echt, ik moet het nog steeds, ik ben het nog steeds aan het verwerken. En ik ga het vandaag ook verwerken in deze podcast met Roy. Ja, we hebben weer een therapiesessie uh, gepland staan. Ja. Wel lekker een ja. keer zo uh, vroeg in de ochtend. Ja. De professionele klaagmuur is nooit compleet zonder een collega ook nog erbij. Jordi vanuit uh, uh, Boede. Goedemorgen. Uh, Boede is het, maar we zeggen gewoon Boede of wat dan ook. Bodo. Ja, Weet ja. je, uh, ja. Uh, waarschijnlijk is het Boede. Er gaan heel veel mensen boos worden. Ja. Omdat we het verkeerd uitspreken. Ja. Maar we zeggen ook geen Valencia. Als we nee. er tegen spelen. Dat zeggen die Spanjaarden wel. Dat zeggen we ook gewoon als Valencia. Ja. Dus wij spreken het uit zoals wij het lezen. En dat ik is helemaal goed. Bodo in mijn. Uh, Bodo. Zo lees ik ja. het. Dus, uh, daar Precies. hou ik het even bij. Uh, eens uh, Jordi. <laughs> Ja, ik heb het over beuden, dus dan legt iedereen de klemtoon net even wat anders. Doe het ik is allemaal goed. Doe wat je wil, ja. Ja, maar ja. Maar Jullie ja. zitten nog in een hotel. Uh, ja, nog wel, ja. Uh, niks meegekregen van een storm Louis, waarschijnlijk. Dat was natuurlijk omdat nee, Van Gaal volledig op, uit zijn uh, plaat ging, waarschijnlijk, over het voetbal vandaag, <laughs> maar daarover later meer. Jullie kijken uit over, vertel eens. Nee, ja, ik kijk hier op, uh, op, uh, op een wit besneeuwde bergen uh, met, uh, met water ervoor uh. Ja, begrijp ik nou dat er een supporter in het vliegtuig zat op de heenweg... en die zei van, is dat nou sneeuw? Ja, ja. 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 Dat wij zeiden nee, dat zijn de cocaïnevelden van uh, Noorwegen. Ja, waar ze onbekend staan, zeg maar. Ja. ja, precies. Nou, mooi. Um, we gaan het natuurlijk ook, dat is voor de luisteraars even belangrijk... ook over de loting hebben, want we gaan gewoon een soort uh, toetje maken straks. Wij weten nu nog niet, we nemen nu in de ochtend op. Om één uur is de loting in uh, Nion. Uh, dat plakken we gewoon achter deze podcast aan. We gaan het er wel over hebben wat wij leuk zouden vinden. En het antwoord komt dan meteen al. Eigenlijk in, uh, in de appendix heet dat heel officieel. In een uh, uh, extra aflevering. Ja. In uh, de plus. Uh, Jordi, jij, zat, uh, jij deed uh, dienst en zat op de perstribune, Toch? Ja, klopt. Uh, uh, vertel me eerst eens even het hele stadion. Want we hebben de plaatjes van gezien en zo. Het zag er allemaal natuurlijk best wel gezellig uit. Maar het leek soort zo, gewoon zo'n RKC of zo. Ja, ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Het was toch wel echt uh, weer even anders dan dat je gewend bent, hoor. Het, uh... ja. E, inderdaad qua formaat misschien een beetje zo'n stadion als wat je net zegt uh, van RKC iets groter uh, ja. of iets, iets anders qua uitstraling maar het, het had vooral iets heel grappigs omdat je de besneeuwde daken van, uh, van de huisjes eromheen die staken er bovenuit uh, dan ligt een kunstgrasmat in er zitten allemaal supporters met Eskimo-mutsen en, uh, ja. en bontjassen aan, uh, aan op de goed. tribune uh, en uh, de, de, de Noorse Rob van Rossum die was ook flink op, uh, op dreef die, ik denk dat, uh, dat zijn strijdkreten tot, uh, tot ver in de haven te horen waren, dus dat ja. was allemaal bijzonder. Nou, ligt en ik moet haven... zeggen, de perskamer bijvoorbeeld, die, uh, die zat in, in, in een schoolgebouw, wat, wat aan het stadion vast zat. Wij hadden gewoon echt de werkruimte, die was in een klaslokaal, en als wij even naar de toilet moesten, dan konden we het toilettenblok van de naastgelegen gymzaal gebruiken. Okay. Nou, goed zo. Was er nog een of andere mooie juf of zo? Of, of dat, dan <laughs> nee. Nee. Nee, nee, het personeel was er niet die avond. Mag je dat <laughs> nog zeggen? plaatjes ja, een ja, pittoresk, misschien ja, ook wel, precies. maar wel fucking irritant als je kijkt. Als je daar moet voetballen, misschien toch? Toch? Of, uh, wat, nou, even bij het begin beginnen, uh, Jordi. Uh, door nood gedwongen, misschien wel. Uh, begon Ajax, uh, had van het schip gekozen, natuurlijk ook voor een ander middenveld. Henderson. wat was er nou precies met Henderson? Daar komen we natuurlijk nooit achter. Of hij kunstgroot ja, of hij uh, dat hij last had, uh, vooral met schieten. tijdens de trainingssessies uh, de dagen ervoor. Want hij heeft op de afsluitende training nog wel gewoon meegedaan. Ja. Maar hij bleef last houden wanneer hij probeerde te schieten. En uh, was daardoor gewoon niet wedstrijd fit om, om aan de aftrap te verschijnen. Is wel een maar hij ziet sowieso dat er. Uh, schieten. Ja, nee, absoluut. absoluut. Maar het viel me sowieso op dat er veel pijntjes zijn. Want Goyer is dus ook uh, uh, met spierblessure uitgevallend vraagteken voor, uh, voor AZ. Uh, ja. Robbie blijft last houden van een pees. Dat is iets wat steeds weer opspeelt, maar waar hij hier op het kunstgras begreep ik, van, uh, van het Schip nog meer last van had. En die moesten dus af. Dat is ook een vraagteken ja. uh, voor zondag. Nou, Bergwijn ligt er natuurlijk al langer uit. Dus het, het gaat er niet lekker op dat gebied. Nee, en dan is de selectie ook nog niet zo breed dat je dat denkt, van nou dat vangen we wel makkelijk op. Dat is allemaal geen probleem. Goed, de, het middenveld werd wel uh, dus op een iets wat andere manier uh, ingevuld. Wij hebben hier een podcast wel eens geroepen, maar dat mogen we best zeggen. Nou, je zou ook gewoon met twee zessen kunnen spelen. Hè? En uh, wat, kun jij uh, bedenken, of heb jij ook gehoord van, van het schip, waarom hij nu wel die keuze maakt en eerder niet? Ik heb het idee dat het gewoon een beetje deels noodgedwongen is en deels wat hij op de persconferentie vooraf aangaf van, ja, we moeten iets anders gaan doen, want het is duidelijk dat het te vaak gewoon fout gaat met ons in de omschakeling... of als we niet gezamenlijk druk zetten... we moeten wat behoudender gaan spelen. Dat zei hij ook letterlijk op de persconferentie vooraf. En ik denk dat hij daarom deze keuze heeft gemaakt... om toch iets meer zekerheid proberen in te bouwen. Nou, hij zei zelf na afloop van de wedstrijd... tot de persconferentie dat hij vond... dat hij ook iets meer zekerheid zag. Maar ik denk uh, dat dat maar net is... hoe je naar de wedstrijd kijkt. Want eigenlijk zijn natuurlijk ook gewoon gigantisch geswijnd... met al die ballen op de lat. En ze stonden voortdurend onder druk. Dus... Uh, ja. Ja, hij zei het ook vooraf in de interviews. Uh, wij hebben natuurlijk vanaf hier uh, gewoon op tv gekeken. En dan, uh, dan zie je ook de interviews die hij gaf bij uh, uh, RTL of uh, ESPN. Waarbij hij ook aangaf met die twee-zessen. Uh, veel compacter te willen staan. Nou, dat was ook het strijdpan. Dat was al meteen duidelijk zichtbaar. Nou. Het is verre van des Ajax, maar ik denk dat velen van ons uh, dat een keer op de koop toe uh, uh, namen. Zeker, zeker. Alleen, uh, ja, inderdaad, als je het spelbeeld dan ziet, en ik pak het dan even met de thuiswisselschrijd hier erbij, dat je 210 minuten lang. Echt helemaal niks heb in uh, weten te brengen tegen Bodo Klimt. Ja. Um, dat is ten eerste ook wel een compliment aan uh, Bodo Klimt, waard. Vindt, wil ik toch gezegd even gezegd zeker, hebben. Zeker. Met tien Noor en één Deen waar we nog nooit van gehoord hebben. Ja. Um, zo eerlijk moeten we zijn. Maar um, het, is, het is schrijnend om te zien dat uh, het niveau van Ajax zo gekelderd is. Dat vinden we denk ik ook allemaal. Maar even terugkomend op het strijdpand 2-6. Maar wat hij ook in de persconferentie zei. Daar refereerde jij net ook aan, uh, Jordi. Dat hij daar al wat over losliet. Uh, Branko van de Bomen. Nou, kon hij wel ja. of niet starten? Nou, hij kon starten dus kennelijk. Maar hij zou geen, dat zei hij ook in de interviews wat tevoren, hij ja. zou geen 90 minuten kunnen spelen. Dus ze moeten dat even aankijken hoe lang hij het volhoudt. Nou, dat werden er uiteindelijk ja. 120. En het moest ook wel gezien alle andere blessures. Maar ja, dan ben ik ook wel benieuwd hoe zo'n uh, Van der Bomen uit deze strijd is gekomen en richting uh, uh, zondag klaar is voor AZ. Ja, Jordi. Um... Ja, dan ben ik ook benieuwd naar FVP. Ja. Jordi. Dat is ook al je... apart. Ja, zeg maar. Nee, ik wil te zeggen, dat is natuurlijk ook wel apart. Dat je eerst zegt van, maar kijken of hij überhaupt uh, een uurtje of aan, 90 minuten zal het niet worden. En dan moet je er een hele verlenging bij nemen. Maar hij zei er wel bij, we hebben de hele tijd contact met hem gehouden. En hij gaf zelf aan dat het goed ging. Uh, en hij moest gewoon door. Maar ja, wat dit voor zondag weer gaat betekenen, is even afwachten natuurlijk. Ja, wat net opviel, Ajax was echt uh, over het veld gezien, stond het dichter bij elkaar. Zowel in de lengte van het veld als in uh, de breedte van het veld. Dus uh, daar hebben ze duidelijk aan gewerkt en afspraak. Over gemaakt, maar in balbezit hadden ze echt geen idee. Ik heb gewoon Sosa met een bal aan de voet over de zijlijn zien lopen, ja. gewoon niet weten wat hij in godsnaam met die bal dat moet was die doen. Was in balbezit echt heel maar echt, erg. Het is het echt, vond het echt ongekend, want daar moet dan nog wel even. Nou, ik zeg, uh, voor AZ gaat je dat zeker niet meer lukken, maar er moet natuurlijk wel keihard gewerkt worden. Van als je dan met een ander middenveld speelt, hoe gaan we dan in balbezit in godsnaam de dingen goed doen? Jordi, wat, uh, wat is jouw. Uh, ja. Nou ja, ik vind dat sowieso oh. bizar. Kijk, we hebben het er vaak genoeg met elkaar over. Van dat, uh, dat dit Ajax gewoon weinig kwaliteit heeft. En, uh, en dat, dat je dit seizoen zo moet uitzingen. Maar de, dat kan. Maar dat je, dat je werkelijk gewoon geen idee hebt wat je moet doen in balbezit. En wat jij zegt, dat een Sosa een bal zou over de zijlijn loopt. Ik had sowieso het idee dat er ook met het aanvalspel 0,0 idee achter zat. Van wat ze nou eigenlijk wilden. En je wint door één uitval. Waarbij Berghuis die bal daadwerkelijk schitterend in de kruising schiet. En, en, een, en een mislukte voorzet van Tele die erin waait. Ja, ja erin waait. Uh, nou, het is eigenlijk een mirakel dat je hier uiteindelijk met de, met de zegen vertrekt. En ik denk dat ze hier bij beide nog wel drie keer achter de oren uh, zullen krabben dat dit mis heeft kunnen gaan. Want het is echt uh, bizar. Maar ja, wat jij zegt, is uh, hm. dus weer terecht. Ik, ik ik vraag me af wat je, wat je in zeker richting de komende wedstrijden kunt doen. Want dit is denk ik of een totaal gebrek aan vertrouwen. Of ze weten gewoon echt niet wat ze moeten. Nee, nou, goed. Ik kijk ook voor inderdaad. En uh, Roy, het is soms goed om even iets verder ook naar voren vooruit te kijken. AZ en dan Utrecht ook. Wat, uh, Utrecht zit echt best wel weer in een goede uh, flow. Ook door Ron Jans denk ik. En dat is allemaal prima. En normaal gespro gesproken is het allemaal niet zo'n probleem. Maar dit kun je ook... Ik denk dat je dit thuis ook heel moeilijk... Uh, uh, om kan zitten naar iets wat wel aantrekkelijk is. We ja, je ja. hebt zo enorm veel mazzel gehad. Dat, ik zei net ja, al, is het normaal, is een he? compliment verboden dat je 210 minuten Ajax helemaal schil hebt getikt, alles bij elkaar opgeteld, zeg maar. Ja. Uh, en, maar dat Ajax dan als uh, winnaar van het uh, veld afstapt met wat Jordi al aangaf: twee goals gisteren, maar eigenlijk ook twee gelukkige goals. Uh, hier in de thuiswedstrijd. Hoewel die van Berghuis natuurlijk wel mooi was met dat met lopje. Maar daar heb je ook een penalty voor nodig. om het vuurtje in elk geval te ontbranden. om dan ja. die gelijkmaker te ja. maken. Maar Je hebt zo enorm veel Massa gehad. met de goals ja. gisteren. maar ook met alle kansen die er niet in zijn gegaan bij hen. dat zij uh, nou ja, uh, hun beste speler uiteindelijk met rood zien vertrekken. Want dat vond ik ook schrijnend. Ajax kwam met tien man te staan. Ja. Uh, en nogmaals, dan is het te de billiken denk ik, als je. Uh, uh, zorg dat je zo min mogelijk kansen weggeeft en probeert in een spaarzame counter eruit te komen. Hmm. Ik vond het heel opmerkelijk dat Forbes, die zat totaal niet in de wedstrijd, ja. maar Forbes kan één ding heel goed. Ja, is... dat als hij een lange Precies. bal krijgt en hij zet ja. zijn turbo aan, ja. dan houdt niemand hem bij. Nou, ja, ik had hem laten staan. En, ja. en, en iemand anders dan eraf gehaald uh, om, uh, om een verdediger te kunnen bijbrengen. Uh... Ja, wat dan ook, uh, Jordi, een beetje gek is, want uiteindelijk was hun laatste linie echt uit het zwakst. En als er ook maar iets van druk op de laatste linie van uh, uh, Bodo werd gezet, gingen ze gekke dingen doen. Daar kwam ook de call van Ajax uiteindelijk uit voort. Want er waren twee keer, was er een situatie waarbij die verdedigers echt niet goed wisten wat ze met de bal moeten. Maar uh, die huidige selectie van Ajax voelt dan ook totaal niet aan en durft het dan ook niet. Om gewoon te zeggen, ja, we gaan gewoon maar even uh, heel brani vol, zeg maar druk zetten op die laatste linie en uh, want ze wisten het dan het enige moment dat ze het niet wisten was als je dus daar echt druk op zette ja, dat ja is, maar dat uh, is dus ook het gekke en hetgeen wat ik net probeerde te zeggen van waar zal dat in zitten dat Ajax uh, op dat gebied gewoon echt helemaal geen stappen zet is dat nou inderdaad puur een gebrek aan vertrouwen of weten ze gewoon echt niet goed van elkaar wat ze moeten doen? Je hebt natuurlijk ja. ook wel te maken met wekelijks wisselende samenstellingen van de, van de opstelling. Dat helpt ook allemaal niet mee. Nee. Maar je zou toch zeggen, als je puur op papier kijkt, nog steeds wat voor spelen ze bij Ajax rondlopen. Dat je op zijn minst enigszins weet hoe je tot een fatsoenlijke aanval moet komen. En dat, zelfs dat lukt niet. En wat jij terecht mm. zegt, zeker ook in die verlenging. toen zij conditioneel ook wel echt er doorheen zaten. Ja. dan dat moet je toch gewoon uit kunnen spelen als Ajax zijnde. Maar ze lijken er geen nee, moment niet, toe in staat. Nee. Ja, ze hebben dat tactische plan, wat dan gisteren als enige op, op tafel lag. Uh, namelijk uh, inzakken en de, de ruimtes heel klein houden. Dat hebben ze, hadden ze redelijk goed begrepen. Ja. Dat ging nog niet al, allemaal ja. even goed, want ja. er werden heel veel kansen weggegeven alsnog. Maar dat was het enige waar leek, leek het wel, iedereen op gefocust was. En als ze de bal ja. ineens kregen, dan leek het wel van... oh shit, wat moeten we er nu mee? Ja. Dan moet je eigenlijk het Ajax-spel kunnen spelen... wat je van Ajax gewend bent, maar wat de, deze selectie gewoon niet kan. Nee. Dat, die conclusie kunnen we wel trekken. Die is misschien wat hard uh, neergezet. Maar nou ja, kijk even wat, wat voor resultaten je dit jaar hebt gehaald. Ajax kan niet beter. En nee. uh, dat is uh, uh, richting uh, zondag en volgende week naar Utrecht toe uh, niet een hele fijne opsteken, maar wel de realiteit. Zo is het. Goed. Uh... Nee, wat ik ook nog wel opvallend vond, dat, dat, dat als ze er dan een keertje uitkwamen, Ajax, dat, dat, dat dan 9 van de 10 keer een liens een van die Christen slecht van spelen. of een, of een Tahirovic ja. de bal eigenlijk zo inlevert bij de verkeerde kleur. Waardoor je dus in die omschakeling weer verkeerd staat, omdat iedereen net in een voorwaartse beweging was. Ja, en dat zit gewoon simpelweg omdat ze een paas over vier meter niet, uh, niet bij de juiste man weten af te leveren. Ja, het was gisteren zo pijnlijk duidelijk dat het, uh, dat het ontbreekt aan tactiek. Maar ook, uh, ja kijk, ik, ik moest denken aan die, uh, die tien Noren en die ene Deen waar we nog nooit van gehoord hebben. Maar mm. blijkbaar hebben ze bij die club en met die coach een systeem erin geslepen. dat iedereen precies weet wat hij moet doen. Ja. Ook al komt er uh, iemand uh, vanuit de bank in. die misschien nog drie uh, niveaus minder is dan degene die eraf gaat. het maakt geen verschil. Ik moest heel erg denken aan, nou, niet Storm Louis, maar Louis Vergaal. Ja. Uh, in 1995. op uh, Mensen in, rondom de jaren van 1995. Die had een hele goede uh, basiself. Maar als Frankrijk het niet kon spelen, dan speelde John van der Brom, die vier klassen minder was, maar niemand merkte dat verschil. Ja, ja. Kiki Moussampa had dat met Edgar Davids, Davids, en ja, uh, uh, woter met Finidi. Dat waren uh, jongens die veel minder waren, maar in het systeem bleef het exact hetzelfde. Ja. En dat er inslijpen, dat kan je misschien van Schip niet verwijten, want die heeft het ergens in oktober moeten overnemen. Ja, blijkbaar en... kun je het midden in het seizoen niet uh, nee. uh, rechtzetten of dat er nog in krijgt. Dus de en enige soort van, nou ik wil het, het woord hoop eigenlijk niet meer uitspreken, mm. want dat zijn we volledig kwijtgeraakt, maar je, je, je moet ergens met de jongens die nu uh, nog onervaren zijn en wel veel minuten maken. Jij noemde net Linsson, uh, Jordi. Ik hoop heel erg dat Linsson aan avonden als gisteren en ook de, uh, de afgelopen uh, weken. heel veel profijt gaat hebben in aanloop naar het volgende seizoen. Ja. Dan komt er een waarschijnlijk Absoluut. nieuwe trainer. En ja. die kan met zo'n jongen die al ervaring in de benen heeft uh, en, en vooral oh, ja. hele negatieve ervaring uh, ja. aan de gang. Jordi, uh, hoe zie jij dan toch ook? Want manswerk, die heeft toch ook weer minuten gemaakt. Branko van de Bomen, eigenlijk veel te veel, zeg maar. Ja. Normaal zou je ook Henderson ja. er nog weer, wel weer bij hebben. Dus op het middenveld heb je nog wel wat opties en keuzes straks. Maar ja, ja. of dat genoeg gaat zijn, toch? Dat is even de vraag. Lijkt me. Ja, nou ja ik, buiten de opties. Ik denk gewoon op het moment dat je zo blijft voetballen. Zoals je nu de laatste wedstrijden doet. Dan ga je tegen heel weinig tegenstanders wat uh, klaar spelen. Ja. Los van wie je nou wel of niet uh, tot je beschikking hebt. Ja. Maar inderdaad, mochten ook nog jongens als een, uh, een Robbie Henderson. Uh, ook allemaal niet beschikbaar zijn. Ja, dan wordt het er allemaal <laughs> natuurlijk niet makkelijker op. Dan zit nee. heel somber in. Het positieve is ja. dat er in het uitpakken eindelijk weer gewoon even een keer lekker wat te juichen viel. Want of het nou gestoken Overwinning was of niet. Nou, je maakt een heel hij mooi bruggetje, dat doe je, doe je heel bewust. Ik, uh, je mag uh, een en Flores, want beide zijn uh, ook aanwezig. Ja, daar. Ik zal hier eens even kijken wie er het meeste zin heeft om. Uh, ik, ik, ik zie Floris al hier gretig die telefoon willen pakken. Dus daar ja. <laughs> komt hij, man. Ja. Nou, jij was een van de 404, Floris. Ja, man. Hey, gefeliciteerd, man. Wat zijn jullie negatief? Kom op, man. weet Weet weer waar ze staan. Ja, houd toch op, man. Ja. Ja, maar wa we waren goed, hè? Ja. 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 Jullie wel, ja. Het uitvak wel. <laughs> ja, ja. ja nou, die, die, die kregen ook wel de complimenten. Want uh, ik uh, sprak vanmorgen met uh, zes Urker Vissers. En die, uh, die zaten hier in een uh, skybox in, uh, in, uh, in, het, uh, in het stadion. En die, um, ja, die kregen uh, inderdaad ook wel te horen van de Noren, daar Dat ze uh, al zeer te spreken waren over de Ajax-hieden uh, in het uitvak. Ze hier al best wel wat leuke uitvakjes gehad. Maar Ajax stak er wel bovenuit. Dus dat compliment kunnen we ja. in ieder geval in de zak steken. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar goed, um, uiteindelijk het voetbal zijn we negatief over. Maar die sfeer was helemaal leuk en helemaal goed, geloof ik ook. Jullie hebben daar een fantastische trip ja, aan over gehouden, toch? Dat sowieso. Het is natuurlijk bijzonder om hier te zijn. Uh, ik zie de, hier die doen ook uh, maken ook allemaal mooie trips, trips naar de Lofoten. Uh, Husky, tochten, noem maar op. Dus uh, ja, sporters die nemen het er wel van. Maar uh, gisteren in het uitvak uh, merkte je wel gewoon. Uh, de sfeer is niet lacherig, maar. Het is een soort gelatenheid, ja, ja. we, we, we zijn niet eens boos, weet je wel. En het is, eigenlijk, was iedereen, eigenlijk was iedereen totaal verwonderd dat we, dat we, dat, dat we dit nog uh, voor de poorten van de hel wegsleepten. Want eigenlijk slaat het er helemaal ergens op dat hij in de volgende ronde staat. Nee, neem, neem ons even mee naar het moment dat het natuurlijk, uh, uh, wedstrijd loopt ten einde bijna. Telen komt eigenlijk ja. bij het uitvak, aan die kant komt hij door zeg maar en uh, ze voorspelt waait er een beetje in hè, zeg ik toch eerlijk hoor, ja. gewoon en dan ja. ontstaat er toch iets van oh beschrijf eens hoe dat dan ging ja, het... Het, het, ja nee absoluut uit ons dak natuurlijk want uh, ja je bent natuurlijk wel gewoon uh, oprecht super blij en ik, ik, ik zag echt uh, nou weet je er, er werd niet minder om gejuicht het was echt uh, euforie nee. op dat moment nee, dat begrijp je ik wel heel goed plaatjes van het fotoverslag zien uh, ja en Taylor werd gezongen ja, dan... of zo? Of, of niet? Of, uh... Uh, ja, eigenlijk meteen dat hij, uh, dat hij het veld in kwam, uh, werd zijn naam al gescandeerd. Ja. Dus, uh, ja, ja. Maar... dus dat was niet per se omdat hij gescoord had of zo. Nee, gescandeerd nou, is in dus dit positief. Uh, ja. ja, en ik zag dat AX, die, AX, die kwam met een, uh, met, een, uh, met een tweetje met een fotootje van Taylor. Dat hij aan het huis was en hadden ze dan boven een emoticon gedaan. Met zo'n ritssluitje van even allemaal mondje dicht houden. Dat vond ik niet helemaal. Uh, Ach, vond ik niet helemaal. Jongen, van, ja. vond ik niet heel handig. Nee, is niet nee, handig, hard. maar ik kan het me ook wel voorstellen. Het is zo'n jongen van de club. toch ah, op, man. Nee, houdt maar het is, het is een jongen van de club. En daar, uh, uh, daar mag je uh, ook uh, kritisch op zijn. Maar uh, uh, ten opzichte van wie we allemaal toejuichen hier in het stadion, vind ik uh, dat je jongens als uh, Taylor even nog even moet koesteren. En ja, ik vind ook ah. dat hij slecht speelt. En dat hij uh, ogenschijnlijk er soms een beetje met de pet nagooide de afgelopen weken. Maar nou goed, het uh, uh, is niet handig, dan ben ik met je eens of Floris. En uh, je kan het beter niet doen. Maar nou uh, ja, uh, soms mag je ook nou, wel als club zijn ja. een keer achter je, goed achter je spelers gaan staan. Ja, ja, ik denk, ik denk niet per se dat je de jongen hiermee helpt. Maar dat, uh, nee, dat, je had het op is, een andere manier moeten. Dat ben ik met je eens. Hij is net zo goed toch een beetje slachtoffer van het ontbreken van een uh, duidelijke visie. Wat jij net zegt, Roy. Waar uh, gewoon al een, uh, tenminste een half seizoen aan gewerkt is. Eh, tenminste, want het is een proces van jaren. Hebben we het vorige podcast ja, ja, ook over is, gehad? dat zie he? je aan Bode. Die, die, ja. die zijn ook niet. Uh, die, die zijn hier ooit mee begonnen met deze weg dat inslaan. Wel. En niemand weet precies wanneer. Maar ze hebben dat in alle luwte kunnen doen. Ja. En op te bouwen. Ik zag gisteren daarna... als ik even naar het schakelprogrammaatje op ESPN... gegaan, uh, waar je natuurlijk... Alle, allerlei andere clubs nog aan het werk... Uh, uh, zag. Uh, grote clubs... met uh, grote namen, maar ook een paar... van die verrassingen. En een van die verrassingen... Uh, moet ik ook steeds denken aan Union uh, Sint-Gilles... Ja. In, uh, in Brussel. Ook zo'n club die drie jaar geleden gepromoveerd is... naar de eerste klasse. In die drie jaar altijd bovenin hebben... meegedaan. Uh, op een paar, paar keer... het uh, kampioenschap misgelopen, maar in Europa... is het ook, ook steeds verder... Uh, uh, nou, aan de weg timmert en gisteren gewoon Frankfurt uh, uitgeschakeld. En dat, dat zijn ja, toch dat clubs waar, waar je uh, niet als Ajax een voorbeeld aan kan nemen. Want wij, wij zijn al een grote naam in een instituut op zich, maar wel um, waar, waarbij het lijkt alsof dat soort clubs een voorbeeld aan Ajax hebben genomen. Om ja. in het geval van uh, uh, Bodo ja. gisteren met, zo, met alleen maar Noren zo'n beetje aan aftrap te verschijnen en één verdwaalde Deen. Die overigens best wel goed kan voetballen met zijn geblondeerde uh, hoofd. Ja, Grunbeck. Grunbeck, ja, die is ja. ook al. Nee, maar goed, weet je, dat je uh, um, uh, ziet dat uh, de middelen die zij gebruiken. <laughs> uh, lijken enigszins gekopieerd van Ajax. Hoe Ajax altijd brutaal met eigen middelen. Uh, uh, de, de, ja, Europa heeft getart om af en toe eens aan te haken. Ja, ja dat, is, dat is mooi om te zien ergens wel. Ja, mooi. Roy uh, noemt uh, net Floris al een aantal clubs. Die hij ook heeft zien voetballen, natuurlijk, op, het, uh, op de samenvattingen. Hè, in de samenvattingen. Ja, was Gisteren. Europa League trouwens in ieder geval League. van Union. Ja. Maar ja. goed. Nee, ja. maar dan ga een muurtje maken. Na. Uh, ja, want we gaan natuurlijk uh, om één uur. Waar zitten jullie dan? Hangen jullie dan in de lucht? Uh, zijn jullie dan het iets? Nee, dan. Dan, dan zitten we nog op de luchthaven van uh, Boeden. Je klinkt heerlijk brak, uh, ja. uh, Floris. Dat vind ik mooi. Ja, je hebt, uh, ja, <laughs> de, ja heb ik een, goeie, heb een ja, je goeie goede stem. Belezen. je hebt een stem. Ja. Ja, ja, ja. Het neusje ja, zit nog vol. Zo'n ja, zo kelder doet dingen met de mensen, uh, Roy. Terecht, terecht. Heel goed. Ja. Nee, heel goed. Uh, wat ik net ja. zei, die loting natuurlijk. Uh, jullie hebben natuurlijk ook ja. het lijstje gepubliceerd en naar gekeken. Zeker. Neem ik zomaar aan. Uh, mag mm -hmm. ik van alle drie eerst eens even een favoriete tegenstander horen? Oké, okay, uh, jongens, jullie moeten allemaal eventjes een uh, favoriete tegenstander uh, Lindy. Oeh, Lindy moet zochten, die uh, vindt het lastig. Ik ga eerst naar Jordi. Jordi zegt tweede Weer zien met Tadic. En uh, ja. Lindy komt met Aston uh, Villa op te proppen. Ja, en waar komt Flores mee uh, uit de hoek? Ja, Aston Villa ook wel. Aston uh, Villa vind ik wel tof. En inderdaad, vreemde badje ook. Uh, zelf zou Pielsen ook leuk vinden. Alleen dat is een wat kleiner uitvak. Dus dat is natuurlijk voor uh, supporter technisch uh, misschien wat minder, uh, minder handig. Ja, um, ja als, ik, als, ik, als, ik, als ik het nu echt moet zeggen, dan. dan, dan... Ik kan moeilijk kiezen tussen Essenville en Venetobadje. Nou, Oké, okay. laten we het lijstje even doorlopen, Roy. Want er zijn ja. natuurlijk ook uh, ploegen waar je wat op tegen kunt hebben om daar uh, te moeten voetballen. Lille kennen we nog, Rijssel. Ja, R ja. Eh? ja. Rijssel. Een groot, groot stadion wel. Best wel een ja. leuke stad ook wel. Ja. Alleen uh, Frankrijk hebben we op supportersvlak niet hele zo. goede ervaringen mee. Dus dat, 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 zou, uh, ja, uh, ja, dat zou geen pretje zijn. Nee. Maar qua ijsafstand. Uh, ja, voordeel is dat je er met de auto heen kan. Ja, dat is, uh, is wel dat is waar. ideaal. En ik vond, ik vond inderdaad uh, de, stad, uh, de stad Liel best leuk. Uh, ja, alleen rondom de wedstrijd werd het wat rommelig. Zo, ja. Echt, 100%. 100%. Ja. Dus liever niet, uh, nummer 4 in Frankrijk zag ja, ik net. Ja, liever niet. Ja. Nou, Maccabi Tel Aviv dacht ik van, oh wat uh, grappig. Kunnen die überhaupt nog meedoen uh, binnen de oorlog ja, die is... er nu en zo? Ja, die spelen in Servië als het goed is. Ja. En die hebben daar uh, een, echt een, 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 dan, uh, de beschikking over echt een piepklein uitvak. Dus daar kunnen echt heel weinig AXI in als we hun uh, loten. Ja. 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 Nou ja, en daarbij, kijk, sportief gezien, zou je bij, bij, bij Maccabi Tel Aviv en misschien ook Pielsen nog denken: van nou. Maar goed, <laughs> dit seizoen bij Ajax <laughs> moeten we het daar ja. maar even niet over hebben. Ik zat net even te kijken in de selectie van uh, Maccabi Tel Aviv. En daar viel me op dat er twee cohennetjes in het team spelen. Dat vind ik mm. altijd mooi. Ja. Dat hoort erbij. Als je ja. tegen Israël ja. Ja. tegenstanders speelt. Maar ook Zahavi, die we nog kennen uit de Eredivisie, ja. Lucassen Lukassen zag ik, Derek Lukassen, die bij Zo, AZ en ja, ja, PSV ja. nog eventjes gespeeld heeft. Lange, en, uh, lange, van over ja hoor. Ja. Van overheen kwam ik ook tegen. Ah. Dus, nou ja, het zijn niet de namen waarvan je stijl achterover uh, slaat. Sahavi was een aardig spits, hoor. Maar die is inmiddels ook al uh, behoorlijk op leeftijd. Ja. Uh, maar goed, in het... Uh, wat je uh, net al aangehaald werd in de situatie waarin uh, Maccabi zit. En dan uh, bedoel ik de oorlogssituatie. waarbij ze moeten uitwijken naar waarschijnlijk een stadionnetje in Servië. Nee, dat zijn ja. niet uh, ja. hele mooie. Ja, Victoria Pilsen uh, kent eigenlijk wel een beetje. Even kort een anekdote: toen hij uh, eigenlijk er ook, uh, tegen voetbal. de Europees-Tsjechisch bier. Echt bier, mm -hmm. hè? gewoon bekend van uh, de hop en pils, zo. Ja. Pilsen, pils. Uh, ja. Toen ze hier kwamen, kwamen ze ook echt. Uh, toen zat ik nog bij de club, kwamen ze met echt kratte bier gewoon. Zo van ja, dit is ja. waar we trots op zijn. Dit is echt waar we trots op zijn. Dus dat, is, dat, is, dat, is, dat, is dat is mooi. Maar een beetje ja. een onbekende, een beetje moeilijk te plaatsen tegen Ston denk ik. Ja, dat wel. Maar ik zou het wel echt, echt heel erg leuk vinden. Het is alleen, ja, wat ik zeg, dat het een, een, een wat klein uitvak en dat, dat zou jammer zijn. Maar voor de rest. Uh, heeft Pielsen alles, uh, alles in zich, hoor, wat mij betreft. Ja, je, uh, zou ik zou het een ook, leuke ja. trip vinden. Al ja. even naar de reisopties te kijken. En het beste kan je volgens mij vliegen op Praag en dan een stukje met de auto ja. die kant op. Want vanaf hier ja, met de auto is, is, het, uh, is het bijna 11 uur, uh, zag ik. Ja. Ja, ja. Nou, ja, het ja, ja dwars I door Duitsland heen. Die, ja, ja. ja. Nee, het is wel te doen hoor. Maar ja, het, uh, ik zou ja, vliegen op Praag en dan is het nog maar een klein stukje rijden, inderdaad. Goed, dit is er eentje in de B-categorie. Laten we het zo zeggen. In een A-categorie, die hebben we net benoemd. Uh, Club Brugge is vervelend gewoon. Hè? Op heel veel manieren ook voor zoek. Ja dat, ja, dat wordt een, uh, een buscombi. Dus ja, daar ja. ga je ook weinig van de stad zien. Ja, dat is zonde, dus, want Brug uh, ja, is een dat... leuke stad. Ja, te gek. Echt mooi, ja, ja. ja. Zeiden brug... wij hier ook. Dat, Sportief het, uh, ook dat niet... het in dat opzicht zonde is. Ja, we hebben ook niet een heel, heel bijse goed seizoen. Staan vierde in België. Uh, achter uh, onder andere Union, die ik net al noemde en Anderlecht. Ja. Ja. Maar uh, ja, ja. Nee, voor de supporters nee, en het Nee, en die, die samenwerking die zij dan op supportersvlak hebben met Aden, Den Haag en Joeven en Legia Wasch. het is nare het is niet leuk. Nee, Weet je, ja, ja. hoe leuk was het vorige week hier met al die noren rondom het stadion? Dat, Helemaal dat is, prima. Dat, dat ja. moeten wij we eigenlijk weer hebben. Zeker. Nou, is Esther Villa genoemd ook prima, die, uh, die staat in de, in de A-categorie. Fiorentina, ja, die, die is dus niet genoemd, maar dat vind ik wel een mooie club. Ja. Dat ja. kan wel wezen, toch? Ja, jij noemt, jij noemt hem nu en ik denk ook meteen van, nou, dat, dat zou niet verkeerd zijn. Ja, nee. <laughs> Gewoon even nee. in het voorjaar naar Toscane, zeg maar. Ja, lekker ja. naar Florence. Nee, dat uh, zou, even, zou ook echt fantastisch zijn. Schitterende shirts, ja. vooral in de jaren ja, 90. Ik heb er nog eentje met ja. Battistuta achterop en Nintendo wow. als, uh, Bat ja. uh, als, uh, als shirtsponsor toen. Uh, ik vind dat prachtig, dat paars. Ik, uh, ben Hoe heette heet wel... die Belg ook weer die daar speelde? Uh, wacht even, wel. Samen met Battistuta voorin. Zo. Nou, ik kan me wel Del Vecchio, of uh, nee, hoe heet hij? Uh, uh, ja, Del Vecchio ook, Die zat bij Roma, volgens mij. Ik moet denken aan de, de tandem Batistuta met die Portugees. Uh, Rui, Costa. Rui Costa. Daar moet Costa. ik altijd ja, aan denken. Dat nog. was ja, echt een 1-2-tje ja. à la Jonk Bergkamp. En ik ben, ben er toen geweest dat Kennedy daar, uh, tot grote verrassing van Van Basten, die ene goal maakte. Ja. Uh, ja. heel uh, ja, leuk stadion, wel. Beetje atypisch. Uh, vanuit het uitvak een beroerd zicht op het veld, kan ik me herinneren. Ja, het ziet heel gek op een hoek zo. Ja. Dat je net denkt: hé, hey, ja. de zichtlijnen kloppen gewoon nee, niet. Dat, of zo. Is, dat is heel gek, ja. maar het is wel een vrij stadion. Ja. Dus, dat vind ik ook wel een mooie. Kan, kan jij ook weer wandelen langs de Arnau uh, Floris Ja, die zo is uh, hey, En, en uh, hoe zouden jullie Pa ook vinden? Ook een beetje duister voor mij, uh, wat je daarvan mag verwachten in kwaliteit. Ja, paar ook, ja. die moet je altijd treffen in de voorronde van de Europa of Champions League in de voorbereiding. Dat, daar hebben we een traditie mee, die hebben we al heel vaak ja. gehad. Ja. Um, dit seizoen, ik zag tweede nu in de Griekse competitie. Nou, zeg maar me dat niet zo heel erg veel. Die is niet zo sterk meer als het uh, wel maar, eens geweest is. Maar. Ik zag dat daar een oud ziet uh, nog uh, onder contact uh, staat, Dominik Kotarski. Kotarski, ach ja. En, uh, ja, 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 ja. ja, ja, de ja Kiepertje. keepertje. De troost Ekon, zag ik. Uh, is, uh, oh ja, ja, dit van de selectie. Hey, maar even, uh, als, als, je nou, als je dan toch over keepers hebt. Ram, hij was wel weer goed ergens gisteren. Zo, ja. Zo, de mythe. Nou, ja. Ja, nou, ik kreeg een beetje vibes ja. à la Didulica. Uh, ooit uh, Valencia uit. Uh, een heel jeugdig Ajax tegen een heel goed toen uh, Valencia. Die kans op kans kreeg. En Didulica die ranselde al die ballen eruit. En uh, Ajax ja. kwam toen uh, heel goed weg ook uh, daar. Dus uh, die, die gedachte ging even. Alleen was dat Champions League en was uh, Valencia de vice-houder van de Champions League uh, van daarvoor. En was het gisteren Bodo Klimt met tien noren in de tussenronde van de Conference League. Dus dat, dat was wel even een pijnlijk verschil. Ja. ja. Nee, er werd gisteren ook al gegrapt in het uitvak. Van nou, we, moeten, we, moeten, we moeten hier een klein standbeeldje voor, uh, voor Ramai neerzetten. Nou, dat, is een, dat is een sneeuwpop geworden. <laughs> maar uh, nee, hij, uh, hij deed, het goed. Hij deed nou. het goed. En hij heeft ook bepaalde dingen wel, wel handig door. Uh, dat vind ik wel knap voor een, een Duitse keeper die hier eigenlijk een soort van net is. en nog de handen vol heeft aan zichzelf. Dat hij wel dan degene is die, die Taylor naar het uitvak stuurt. Van dit is even jouw moment, pak het maar even. Weet ja, wel. Hij is nee, echt... dat vind ik mooi dat hij dat ziet. De enige die uh, uh, zelfvertrouwen uitstraalt. In zijn zo. uitstraling ja. is ja. hij zoveel ja. beter dan alle, al die anderen. Die, die echt heel uh, onzelfverzekerd te bijlopen. Ook een beetje lax. Ik zag vooral gisteren bij de opkomst. Uh, dan moeten ze om dat vlaggetje van de Conference League die op het veld ligt heen lopen. Hoe dat shockte allemaal. Dus toen had ik ja. al zo'n gevoel van: oh, dit wordt weer helemaal niks. En Rameij is de enige nee. die met een, met een soort bravoure rondloopt. Hij straalt ja. dat in alles wel uit. En uh, uh, nou ja, ook zijn. Ja. De kwaliteiten. Maar waar ik dan wel een beetje moe van word, is dat ik ben blij dat Valentijn Dries niet de dealmaker van Ajax is, zeg maar, om de transfer. Zo, want die begint dan meteen weer zocht ons, vanochtend ook weer dat hij... Ja, hij is veel te klein. Veel te klein voor de top. Kan helemaal niet. Nou ja, Valentijn ja. Driessen moet hem maar even negeren. Toch? Ja, niet te geloven. Prima, oh, gaat ja. het goed, Floris? ja ja nee het ja, gaat goed geen zorgen okay, goed zo nou jullie gaan zo uh, zo weer terug um, nou ik zal ik ga sowieso Roy nog even bellen straks met uh, de uh, zeg maar de uitslag van de loting Oh ja. oh, die plakken jullie er dan nog even aan? Die plakken we er nog even aan en dan pas uh, gaan we hem live dingen. Die we nog bewust oh. niet genoemd hebben, Fenerbahce. Ja. Maar dat is ja. natuurlijk uh, Tadic, het hele verhaal. Ja. Maar sowieso ja. wel, hè, Jacob uh, Batshuay, die daar nog rondlopen. Ja, vaak is het Villa. een beetje een uh, verzameling. Dat is heel vaak met Turkse ploegen van uh, wat gearriveerde en wat oudere... Ja. Uh, uh, toch wel toppers ook wel, ja. hoor. Ja. Nou, Venabatscha uh, heeft dat natuurlijk nu ook. En het is, ik vind het wel een gevaarlijke ploeg, hoor, zeg ik vooruit. Maar alles is nu vooruit, zegt uh, Bloedlink. Om het zo maar eens te zeggen. Ja, voor de uh, Tadi's liefhebbers, en dat zijn er natuurlijk velen nog steeds in Amsterdam, is het natuurlijk schitterend. Uh, ja. Istanbul wel. Als je in Istanbul gewoon een paar dagen kan rondlopen, dan ben je ook wel. Uh, dan zit je, zit, je, zit je ook wel goed verloren. Dus. Uh, toch? Ja, nou die, uh, dat, 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 qua, qua, qua stedentrip uh, staat die al uh, heel lang heel hoog op mijn lijstje. Dus ja, als we het op die manier kunnen combineren, zou dat dus ook uh, gaaf zijn. Ja. Dus ja, weet je, we, we moeten heel blij zijn dat we, dat we met z'n allen nog een rondje mogen. Mooi, goed zo. Uh, heeft Lindy nog iets toe te voegen wat we echt gemist hebben? Over, uh, ik zal uh, eens eventjes, uh, ik zal over even aan de, de vraag van uh, Liddy, heb jij nog Rundo? iets toe te voegen? Is nog eens vragen? <laughs> <laughs> hebben jullie haar nog iets te vragen? Countert ze terug. Dat is hebben wij, jou ik geef jou nog even. de waarde, dat, aan. dat is goed. Goedemorgen, mannen. Ja, ja, hey, was Lindy. Ook op het vak zat ondertussen ook uh, een beetje te kijken van hoe het allemaal ging. Uh, met een schuinoog, denk ik, uh, met Jordi daar op die perstribune. He, want zo ben je toch, deels. Ja. En je houdt het in de gaten, dat is heel goed. Wat is jouw uh, bijgebleven van het vak? Want het, we hoorden net al, er was toch iets van bijna gelatenheid, gemengd met een soort cynisme. Was er ook iets van blijdschap of zo ergens? Toch? Het is ja, toch. Het... Ja, toch. Tuurlijk is er op een gegeven moment leidschap. Uh, niemand ziet het aankomen dat Taylor die bal nog uh, per ongeluk als het ware <laughs> ja. erin schiet. Nee. Dus ja, natuurlijk nee, ga je dan, dan uit je dak. Je bent gewoon blij dat je een rondje verder bent. Maar uh, ja, wat was het al? 114 minuten daarvoor heb je je natuurlijk gewoon staan opvreten. Ja. Uh, en niet voor de eerste keer. En ja, wat je zelf al zegt, er is een bepaald soort cynisme. Je bent niet meer boos. Ja. Ja, Je ja, lacht er maar gewoon een beetje over, ook om jezelf te beschermen, denk ik. Want het doet al pijn genoeg wat zit uh, wat te doen, laat zien. Zo, maar uh, dan toch even een com compliment naar de, naar de gele aan de andere kant, om het zo maar eens te zeggen. Ze bleven ook wel gaan. Dat de deed het uitvak ook om, maar zij waren ook wel gewoon constant aan het zingen en aan het doen. En ik hoorde zelfs toen ze toen het klaar was, uh, heel veel uh, aanmoedigingen, toch vanaf de andere kant. Ja, absoluut. Dit is voor hun natuurlijk ook gewoon een, uh, een droom om, uh, om in Europa te mogen spelen en op nou. het moment dat hun competitie nog niet eens begonnen is. Ja, het, ja ik zei al eerder niet een alleen een soort manier, oh, een beetje van varenachtig of zo. Je viel weg, uh, Lindy. Even je viel een weg. Even ietsje terug, als je wil, naar uh, het antwoord wat je net gaf voor de mensen om het uh, duidelijk te hebben. Dat bij, bij hun zat de sfeer er ook goed in, maar wel op een ander soort bepaald manier. Een beetje van varenachtig. Het deed mij denken aan uh, AZ. <laughs> ja. Met, uh, met Red de Ket. De, okay. de songteksten stonden vooraf op, uh, op het bord. En ook precies de momenten waarop je moest klappen. Dus uh, dat was allemaal goed aangegeven. was allemaal. Oh, goed. Dat, wat dat betreft, zijn ze een beetje voorbereid op zondag. Sowieso. Ajax ook. Nou mooi. Uh, zeg, ik, zou, ik zou jullie willen adviseren om rustig toch nog op zoek te gaan naar stokvis. Voordat jullie terugvliegen. Hè? Ja, dat hadden uh, we beloofd hè, dat we dat nog zouden doen. Ja, ja, uh, ja goed. Als het, als het allemaal niet lukt, dan uh, komt er geen volgende keer verwacht ik. Dus uh, ik, zou, ik zou mijn best gaan doen als ik jullie was, toch? Ja, en, en, ik wil uh, een foto, en ik wil een foto van de sneeuwpop, uh, ja, het standbeeld van uh, Ramai. Zeker. Ja, dat had Floris weer beloofd. Dus uh, ja, ik zou aan hem aan zeggen de, dat hij dat moet doen. Ja, aan de gang Floris. Goed zo. Goed zo. Hey, uh, we gaan het hier met jullie eventjes afsluiten en dan uh, ronden wij het af, want we moeten natuurlijk wie ben jij dan doen en even over AZ nog kort, lijkt me toch? Ja. 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 Nee. Moet ook weer ja. door. Goede trip terug en uh, we spreken er snel weer. Hoi hoi. Thanks Jullie ook. Hai, hai. Nou, ja. Ja, een mooie trip toch? Mooie trip, ik ben er ja. al je man. Ik, ja, die, ze hebben die het Noorderlicht niet gezien. Nee. Hij was te bevolkt, geloof ik. Ja. Dus dat, uh... Nou, leek er gisteren een uh, mooie maand zichtbaar tijdens de wedstrijd. En. Uh... Uh, leek het iets meer op te klaren, maar ja. uh, nee, ah, ja. ik snap ook wel dat je na uh, dat moet je volgens mij ook wel echt vroeg voor je bed uit en zo en de wekker ja. zetten. Dat. Het komt een beetje schattig over uh, hoe goed ze ook, want ze waren echt gewoon uh, op hun niveau voor hun uh, omstandigheden en doen natuurlijk hartstikke goed, ja. maar het was ook wel een beetje schattig toch? Dat is dan goed, toch? Nee, ook, uh, zeker. Vuurwerk uh, bij het uh, heb je dat nog meegekregen? Ja, 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 ja. Vuurwerk bij het Ajax Hotel, maar dan heel kort, ook weer ja, ja. Ze, oh ja, we gaan ook slapen gewoon. Ze, ja. Ze, ja, ze hebben goed afgekeken met hoe andere clubs dat in Europa doen. En ze, ja, nou ja. het is mooi man, voor zo inderdaad, ja. voor zo'n... Ja, vaak gemeenten die, die die dorpen zijn natuurlijk heel geïsoleerd. En, en Bodo is iets minder dan een dorp, maar toch. Ja. Weet je, de, het volgende dorp is waarschijnlijk 600 kilometer verderop. Dat en zijn. dat je dan met zo'n zo ja, dorpsclubje dit beter bereiken. Ah, ja. En niet alleen dit jaar, maar ook de jaren hiervoor. Waarbij ze hele grote uitslagen hebben uh, gehaald. Een keer uitgehaald tegen Roma 6-1. Nou, gisteren had het wel 8-1 kunnen zijn. Laten we eerlijk zijn. Echt hoor. Maar zou Kiel Knoetsen nog. Uh... Uh, interesse überhaupt hebben hè, als hij de al gehad heeft in Ajax? We hadden het daarvoor geweest. Zouden we over... niet slagen ook? Dat is eigenlijk belangrijk. I het, is, uh, een, uh, het, het kan niet anders zijn dan een hele goede, uh, interessante trainer met een, een bepaalde visie en uh, uh, nou, fanatisme, zeg maar, om zijn uh, strijdplan helemaal uh, te ontwikkelen. De vraag is alleen of dat, dat bij een club ja. als Ajax kan. Ja. Omdat er, het verwachtingspatroon vanaf moment 1 is winnen. En waarschijnlijk. Uh, heeft hij, en dat weet ik niet helemaal precies, mm -hmm. maar jarenlang kunnen bouwen aan het systeem bij het bodem? Dat gaat ieder jaar een stukje beter. Zeker. Nou, die tijd krijg je bij Ajax niet. Het moet meteen uh, goed zijn. Ja. Ja, een half jaar uh, Ten Haag ben ik het mee eens, maar toen werden we geen. Uh, nee. Vijfde of zesde. Nee, dus uh, uh, als assistent beginnen, zoals hij deed, uh, in een divisie lager. Vervolgens, uh, pas na twee jaar, werd hij hoofdverantwoordelijk. Dus dan is er, zit er een hele goede, langzame uh, ontwikkeling. Maar je moet wel uh, naar zo'n diepe ja, kijken, ja. denk ik. Ja. En ook, ja, uh, inderdaad, een, iemand die echt uh, maniacaal met een tactisch plan bezig is. En dat, uh, dat kan knoetsen zijn, maar daar zijn ja. er hopelijk nog wel, uh, wel meer van. Wij zijn altijd geneigd om te kijken naar trainers uit eigen land. Dat vinden we altijd reuze belangrijk. Nou, laten we eerlijk zijn: dat de afgelopen. Uh, weet ik voor hoeveel trainers wij hier hebben versleten sinds Den Haag. Dat nou niet bepaald succes is geweest. Dus ik nee. zou het helemaal niet uh, raar vinden als Ajax kijkt naar een buitenlandse ja. trainer. Ik ben het met je eens dat het uh, winnen altijd voorop zat en dat daardoor er weinig tijd is gegund. Maar als ik toch even terugkijk, hoe lang deze ellende bij Ajax nu al duurt. Uh, dat is een periode die je dus nodig hebt, zo ongeveer, om de ja. boel op te bouwen. Dus hoe krijgen we de geesten nou? Dat gaat ons niet lukken, waarschijnlijk. Dan ben ik ben natuurlijk weer toch een soort naïeve, positieve link, dat ik denk dat het wel zou moeten kunnen. Het moet Ho ook, het moet ja, eigenlijk je ook. Je moet eigenlijk ja. gewoon twee jaar nemen. Ja. Gewoon twee ja, jaar, tenminste. Je, 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 twee seizoenen. Alle trainers die hier de afgelopen tijd zijn geweest, nogmaals sinds Ten Hag. hebben die tijd niet gekregen. En dat kan liggen aan die trainers. Maar als je nu terugkijkt naar uh, uh, hoe Schreuder begonnen is en waar je nu staat, daar zit niet zoveel verschil in, helaas. Ja, en Schreuder vinden we een hele slechte trainer. Uh, hoe hij het bij Ajax hier heeft gedaan. Die heeft nog eventjes kunnen uh, voortborduren op het succes van Ten Hag in het begin. Toen, toen ja. leek het allemaal heel wat. En uiteindelijk is dat, uh, is dat uh, afgelopen, dat hoeven we niet te herhalen. Um, maar het is eigenlijk een oproep aan de uh, beleidsmakers die hier nu ook gaan komen. Want het groot deel ja. gaat nog komen of is net begonnen. Ja. Zoals uh, Marijn Beuken, maar ook Kroes, uh, natuurlijk. Uh, om gewoon eens een keer dan 100% achter te, maar heel lang ook, ja. tegen alle druk van buitenaf vandaag, gaat het vaak kom ja. alle druk van buitenaf, gewoon te zeggen: Nee, er is hier een plan, dat plan hebben we en dat gaan we de komende twee jaar gewoon uitvoeren. Ja, precies, en dan, maar daar moeten moet de, de rijen voor gesloten zijn om even een open deur in te trappen. Ja. Maar dat is wel heel erg nodig. Um, maar ook, de andere krachtvelden die spelen rondom Ajax. Jij noemde net Valentijn Driessen. Ja, die zie ik alweer komen met zijn column. Ja. En dan is, het een, uh, dan is het een Valentijn Driessen. Maar we weten wel dat hij en de, de krant De Telegraaf. en nog andere media altijd op Ajax uh, nou, uh, kritiek zullen het, blijven. Het is ook mijn fout dat ik hem heb genoemd. Of ja. vind ik eigenlijk, eigenlijk moet je de man geen aandacht geven. Nee, maar want, uh, wat, ja, waarom, waarom ook? Weet je? Ja. Elke nieuwe trainer die met een heel nieuw plan echt vanaf nul af aan gaat uh, opbouwen, die heeft daar tijd voor nodig. En uh, ik ja. zou, uh, nou ja, stel hè, je, je krijgt een. Situatie volgens Spiegel dat, dat we over vijf jaar weer echt terug op uh, op ja. niveau zijn waarin we Ajax zien. Ja. Zou jij die tijd ervoor over hebben? Ja, ik zeker, maar ja, ik ben ik een ook. beetje raar misschien. Uh, ja. En dan heb je natuurlijk. Als het dan zo ja. ook standhoudt, langdurig ja. standhoudt, zeg maar, ja. zeker. Alleen, nou ja, ik denk dat we allemaal wel weten wat voor complexe club Ajax is en hoe de ja. druk hier is. Ja. Bij Real Madrid zouden ze ook niet accepteren om het even vijf jaar even rustiger aan te doen. Nee, dat ik is ik denk dat het uh, een periode van twee jaar is en ik moet je toch teleurstellen dan weer. Want als Ajax het dan weer goed gaat doen, is het al heel snel zo dat al die spelers natuurlijk weer naar uh, andere, ja. uh, beter be uh, betalende clubs in uh, Europese competities uh, gaan. Dus ja, dat maar dat moet dan eigenlijk, en dat bedoelde ik net met het vergelijk met... Uh, uh, van Gaal, maar ook wat je in de ziet doen bij uh, Bodo Glimt... daar worden ook de beste spelers steeds weggehaald. Ja. En wie die ook inpast in het elftal... het systeem blijft heilig en hetzelfde. Ja, van Gaal deed dat... Uh, nou ja, daar heb je wel eens filmpjes van gezien... dat ze als een soort tafelbalteam met touw aan elkaar vast ja. zaten. Ja. Uh, hoe er uh, in, uh, druk gezet werd. Hoe, Onderlinge uh, afstanden. Hoe precies, en zo, dat die, dat die bleven blijft. allemaal hetzelfde. Ja. En je wist ah. precies als wisselspeler... ook al kwam je uit de A1, ja. en moest je een keer invallen... wist je precies wat je moest doen, want dat was zo ja. doordacht... Ja. Iedereen voerde dezelfde taak uit en daar moet je een beetje naartoe denken. Ja, en dan nog in de moderne tijd moet je ook nog creatiever zijn... en dus verschillende dingen en systemen en zo kunnen doen... Ja. Hè, wat de wedstrijd vraagt. Dus dat is, uh, anders ben je natuurlijk tactisch ook heel snel... Uh, word je doorgrond en bekend bij de dus dat Nou, um, AZ, drie punten achter. Ja, Ajax. ook die uh, en, uh, zitten natuurlijk in een hele slechte fase. Ze ja. hebben Pascal Jansen eruit getrapt... en met een uh, onervaren trainer zijn ze verder gegaan. En uh, ja, dat... Uh, Martens ja, nu, ja. Ja, precies. Um, ja, wat je er in ieder geval van kunt zeggen. Blijkbaar halen ze heel veel hoop uit dat ze Fortuna net op het randje hebben gewonnen, nog. Dat is hmm. de laatste wedstrijd dan. Ja, ik vind dat Ajax hoe dan ook. Uh, zou... Nou, hoe zou jij nu dit tactisch opvatten? Even heel kort. Je bent, je bent supporter, maar zou je dus voorborduren op een uh, uh, versterkt en verzwaard middenveld? Of zou je toch. Probeer weer terug te gaan naar uh, uh, iets wat, ik noem het wat lichtere variant... die uh, van het maar schip toch echt volstaan. Het hangt er wel een beetje af wie er weer beschikbaar uh, zijn. Is ja. uh, Brobby je vaste aanspeelpunt ja. voorin? Moet je altijd op zoek gaan naar Brobby ja. en daar een goede nummer 10 onder zetten... die, uh, die steeds bijsluit? Heb je Henderson wel of niet tot je beschikking? Dat, dat maakt ja, natuurlijk dat ook een wereld van verschil. verschil. Ja. Dus dat is er een beetje koffiedik kijken. Um, maar goed, ik denk dat je... Um, dat, dat we niet zo angstig voor de dag moeten komen als we gisteren hebben nee, gedaan. Nee. Uh, omdat ook AZ echt in een hele slechte fase zit. Hoppa. En dit is een wedstrijd, uh, ja, noem het gerust door zeg maar. Uh, je wil, je wil de AZ de voorbij. Ja. Nou, dan moet je van AZ winnen. Ja. En uh, uh, gelijk spel heb je niks aan. Je moet, echt, uh, je moet winnen. En ik denk dat dat het beste gaat uh, op het moment dat Ajax het meeste de bal heeft. Zeker. Goed, uh, dat is voor zondag. Uh, voor nu natuurlijk ook weer de Wie ben jij dan? Want dan moeten we ook uh, uh, in ere houden. Had je hem de vorige keer goed? Ja. Ja, hè? ja, jij wist het. Ik wist ja. het. Dat was een, uh, een Deens uh, accent, duidelijk hoorbaar. Ja. En dan uh, zeg jij ja. altijd terecht erbij. Dat heeft een, een uh, hoe weet het? Uh, heeft met de tegenstand aankomende tegenstander te maken. Dat ja. was toen NEC. Juist. Nou, welke ja. Deen hebben er bij NEC en Ajax gespeeld. En dan kom ja. je op Lasse Scheune. Nicky ja. Zimling had ook nog gekund trouwens. Maar het was? Ja, het was Dennis ja. Rommel. Uh, laten we het een loopwonder noemen. Helemaal los zei ik nog als tip erachteraan, of het is het als tip als uh, ja. hint. Hint hè? Ja. ja. Nou, um, ook deze heeft uh, te maken met uh, de komende tegenstanders. Ook weer niet heel erg moeilijk. Um, je kunt wel iets heel moois vinden. Vind ik toch. Twee kaartjes voor Ajax FC Utrecht. Dat is niet mis, om het zo maar eens te zeggen. Dat is leuk. Dat toch mooie plekken die we geven. Ja, die geven we weg en dat is allemaal prima. Uh, nou, je, je weet dat je naar de redactie. Het SVA moet mailen. Even je naam, lidnummer, het goede antwoord en je postcode uh, op, uh, intypen. En dan komt het helemaal goed. Uh, wie ben jij dan? Who are you? Ik wist toen ik uh, bij, bij de Nieuwe Club tekende dat het. Uh, ja, grote waarschijnlijkheid dat ik dan vaak op de bank zou terechtkomen. En uh, dat is ook gebeurd. dus... Uh... Ja, nou, nou, moet ik even terugluisteren. hij moet jij terugluisteren. Ja, goed zo, ja. heel goed. Uh, dat is helemaal niet zo erg, ook Roy. <laughs> uh, goed, geef mij maar uh, Amsterdam. hè? Ja, er zijn nog kaarten voor we zijn nog onderweg, ons. Er zijn nog wel wat kaarten. Ja, uh, live. Ja. Dus dat, uh, ik zou zeggen, kijk even op iclife.nl. Prominent zie je hem ook meteen. Ja. Uh, het is een heel leuk feestje. Het is echt Amsterdam. Het zijn goede artiesten. Ja, leden en, kunnen uh, vier kaarten kopen. Ja. Op basis van hun lidnummer krijg je een code. Dan krijg je voor 14 euro uh, de neus. Wij <laughs> ja. uh, een heel leuk feestje zijn. Die een avond later uh, volgens mij drievoudig is van de prijs. Dus, uh, Zeker. Ja. Slajslag. Slajslag zou ik ook zeggen. Kom erbij. Goed. Jij gaat zo uh, onderweg. Jij ja, We gaan iets, leuks iets heel leuks doen daarover later meer. Volgende later week meer. donderdag, uh, ja. zie je dat voorbij komen. Dan gaan we een leuk item uh, ja. vandaag in elk geval schieten. Dus jij belt mij als het goed is uh, onderweg. Of ja. hebben we contact over de loting die dan is geweest. Dus ja, dat is deel is twee het. van deze ja. podcast. Misschien uh, zit Lucky achter het stuur dan. Want je gaat wel onderweg met Lucky Nee, Ja, altijd. Lu ja. Zonder Lucky ga ik niet op pad. Zonder Lucky ga je nooit op pad. Ja. Nee, zo. Dus dan gaan we het over de loting hebben. Ja. Dat dus uh, straks uh, Ajax We hebben nog niet van jou gehoord. Wat jouw voorkeur heeft El? Ja, echt een villa. Ik ben ja. uh, heel erg een, uh, een Engeland kijker. Ik vind het helemaal te gek. Ik villa heb veel Park Engeland... is het te gek ook. Ja, het is allemaal schitterend. Er zit heel veel goede kant aan en ik zou deze dan ook echt wel willen gaan proberen omdat het een groter uitvak is. Ja. Maar ik denk dat het gaan toch nog je heel populair is. Nou, gezellig. Ja. Gaan we dat uh, doen? Uh, uh. Nou, we gaan het zo meteen horen. Gaan we deze uh, deel 1 alvast eten in slingeren zometeen? Nee, dat of doen we niet. Het ah. wordt een heel pakketje. Dus uh, jullie horen straks een hele mooie. En na nou die ja. vanuit, dan zijn we er weer <laughs> opeens. En dan zijn we van, nou is zit Roy daar dan onderweg? Ja. Hoe, hoe rijdt Lucky? Kan hij een beetje rijden of niet? Precies. Heb je hem van, de, van de biertjes uh, af kunnen houden? Uit, dat kan ook zo. Ja, precies. En dan ja? weten we wie er uit de koker is gekomen. En ja, ja. Ja. dan hebben wij het over de okay, uh, uitslag van leuk. de nou, precies Oké. Okay. This is all, Costas. I prepare the balls for you and uh, go ahead. Let's start the draw and let's see who will play who in this uh, emotional round of 16. Ajax. AFC Ajax, one of the most decorated European clubs. Ajax can play against uh, all the seven remaining teams. Four-time winners of the uh, Champions Cup to Champions League. Uh, also winners of the UEFA Cup in <clears throat> And the third appearance in uh, the UEFA competition round of 16 in the last four seasons for Ajax. Aston Villa. So Ajax will take on Aston Villa FC from England. Ja, Roy. We hebben hier van de lijn. Ajax je weer. Welkom ja. terug bij de podcast. Het is Aston Villa geworden. Roy, wij zijn blij, hè? Of niet? Ja, zeker. Die had ik bovenaan mijn lijstje staan, zal ik eerlijk zeggen. Niet om ja. sportieve gronden, maar wel uh, nou ja, uh, gewoon een mooie historische club. Schitterend shirt uit claret en Blue, natuurlijk. Zeker. Villa Park, uh, schitterend stadion. In... Groot uitvak. Ja. Club van naam. En uh, eentje die we ook makkelijker kunnen uitspreken dan uh, Boedeklimt. Boedeklimt, ja, heel goed. Ja. Nou, uh, uh, natuurlijk wel met Unai Emery, met een uh, bezeten coach, om het zo maar eens te zeggen. Fanatieke ja, man. Eentje die wij wel goed kunnen gebruiken, ja. Ja, eigenlijk wel, hè. Zeker. Uh, Birmingham, nou, dat wordt een mooie away day, dat weten we nu al. Dat is helemaal te gek, toch? Ja. zeker. Ja, jij bent nu onderweg hè, met Lucky. Dat gaat allemaal helemaal goed en veilig en zo. Ja, ja, ja Lucky zit hier vastgesnoeid in een riem. Goed zo. En ja. uh, we kwamen net langs het schitterende dorp Arkel. Bekend natuurlijk van uh, Frenkie de Jong. Ja. Dus daar moesten we net even bij aan denken. Zelfs Lucky begon te kwispelen toen we langs Arkel kwamen. Ja, heel goed. Dus nou, dat hij dat is helemaal de... goed. Ja. Goed man, hij heeft een riem om. Dus dat is heel fijn. Ja, uh, die... Ja. Uh, uh, dat Aston Villa heeft natuurlijk best een aantal uh, gekende spelers. Even kort voor wie uh, we zouden kunnen kennen, natuurlijk allemaal. Dat is allereerst die keeper, Emiliano Martinez. Die kennen we nog van het uh, WK, volgens mij, Argentijn. Ja. Dus die is wel redelijk bekend. Uh, ze hebben, laat me even kijken, in de voorhoede ja, Bailey. Klopt. Bailey. Ja, Leon ja, B. Die wilde Ajax heel lang hebben. Hè. Ajax ja, wilde zeker. heel lang die Leon B hebben. Hè. Volgens mij is hij via Duitsland uiteindelijk daar terecht gekomen. Ja. Dat is wel een aardige speler. Die spits is goed, Olly Watkins. Zeker, ja. 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 Die, die, die scoort en dan lopen de band daar. Dus uh, dat, uh, kijk, sportief nogmaals, uh, is het uh, veel te hoog gegrepen voor het huidige Ajax. Ja. Uh, helaas. Maar uh, ja, weet je, uiteindelijk vlieg je er dan toch, uh, als je er een keer uitvliegt, uit tegen een club van een naam: Aston Villa. Dan uh, Victoria Pielsen of Bode Glimt. dus uh, ja. ja, joh, helemaal prima. Zo lijkt me ook. Ze moeten uh, zelf ja. op 10 uh, maart tegen Tottenham thuis, dat is dan voor hun belangrijk voor Champions League. Maar ja, weet je, hoe dan ook, wordt het uh, een moeilijke wedstrijd. Dat geeft het ook helemaal niet. Weet jij nog, in 2008 hebben we ook uh, tegen uh, Aston Villa gespeeld. Dat was een beetje raar. Dat was één Europees wel ja. toen. Met uh, Celina en haar fout en zo, weet je wel. Van Basten was toen nog trainer. Ja. Hele andere tijden, sport is dit, hè, wat we nu aan het doen zijn toch? Ik uh, herinner me, als, als ik het goed heb, een eigen goal van Vermalen. Maar dat, uh, dat, ik zit in de auto, dus ik kan het ja, zelf even niet trekken. Van, Vermalen van, van, van heeft wel gescoord, maar ik dacht dat hij de 2-1 juist had gemaakt. Maar, maar ja, dat maakt niet uit. Ah, 2-1 ah, okay. verloren. Ja. Dat is helemaal ja. niet erg. Het um, nou, wordt een mooie trip moeten gaan kijken of we allemaal een uh, kaartjes kunnen kopen. Dat geldt voor Vela, ik zie het maar je zegt al, het is een behoorlijk stadion 42.000 capaciteit, zeg maar. Dus ook wel met een stevig uitvak in ieder geval. Ja, 2500 uh, had ik. Ik had me vooraf al een beetje uh, voorbereid. Ik zat gisteravond al even te kijken, toen de mogelijke tegenstanders ja, eruit kwamen. Voor uh, alle vluchtopties en zo. Mm -hmm. En wat je zou betalen. En uh, toevallig appte ik naar een vriend van me. die me net uh, terug appte. welke in de auto zit. Ik kon het nog niet lezen. Ja. Sorry, Tom, als je dit leest. Ik heb nog niet gereageerd op je appje. Nee. Maar uh, uh, toen kon je nog voor 136 euro. Op, op donderdagochtend heen. en op vrijdagavond terugvliegen. Nou, die vliegtickets zijn inmiddels naar Birmingham rechtstreeks. in elk geval ongetwijfeld al een stuk duurder op dit moment. Ja. Maar goed, eenmaal in Engeland. Weet je, zo reken ik altijd maar. Ja. Desnoods vlieg ik op Londen of op Bristol. Ja, en huren we een auto om een mooie trip te maken. Dan komen we er ook wel. Ja, te gek. Floris, uh, collega Floris heeft al uh, de vlucht weer geboekt, zag ik net. Dus uh, nou, ja. als en iedereen die kan, uh, moet er naartoe gaan. Nou, heel goed. Nou Jij gaat met Lucky uh, nog even verder op pad. Uh, volgende ja. week zien alle mensen ook uh, wat uh, daar straks het resultaat van is. Volgende week, dus dat is mooi. Ja, want volgens mij even voor de agenda voor de 7 maart. Ja, 7 maart. En de 7 maart spelen we thuis. Thuis, eerst thuis. Dat ja. Is, ja, en dan 14 maart. Uit de tijdstippen ja. zijn die al bekend? Of, uh, is dat verwachting? Nee, heb ik hier nog niet uh, binnengekregen. Maar dat uh, nee. dus gaat, dat, weet je, zo gaat het toch altijd een beetje. Dan heb je die loting en dan gaan die clubs onderling overleggen. En dan wordt het die vastgestelde tijd natuurlijk weer, die, uh, die we kennen ja. op zich. Maar dat kan dus een vroege zijn, uh, zoals gisteren, of een 9 uh, uur. Maar dat, uh, dat horen we allemaal nog. Uh, Roy. Ja, normaal, we normaal moeten zo kijken met... Uh, ja? ja, sorry. Ja? Nee, nee, vertel maar. Ik wilde zeggen, te, tegen wie heeft Feyenoord geloopt, Maar dat is heel flauw, hè? Nee. Moeten we nu ja. niet doen, hè? Dat soort... Uh, nee. nee, hè? Nee, nee. doen we even okay. niet, maar het klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ja. ja, goed zo. Um, nou, ajax ziet ook een heel goed weekend. Uh, AZ komt eraan. Dat is eigenlijk nu het eerst belangrijke. Maar uh, let op, let op. Uh, ook op ajaxlive.nl. Uh, uh, kaartverkoop voor uh, SNV. Dat zal ook niet lang op zich uh, laten wachten. Dus uh, een heel fijn weekend. Jij ook, Roy? Uh, doen Lucky ook. Uh, jij ook, de vieren. Ja. En. Uh... Doen we, Lucky, wil jij nog wat zeggen? Ah, Lucky kan niet praten. Oh. Maar Lucky nee. steekt wel zijn duim op. Kijk, dat doet hij goed. Heel goed. Fijn. Ja. Oké, okay, man. Oké, okay, Lucky, tot de volgende keer. Allemaal. Aj, ik zie je ook. Uh, na AZ richting FC Utrecht. Spreken we elkaar weer.